Hallo AFOPS, hier is Patricia vanuit de Vechtarcade in Noordhoorn. Vandaag wil ik jullie iets heel gaafs laten zien. Ik heb al wel vaker auto's laten zien, maar deze is een beetje anders. Beetje apart, maar wel heel gaaf. En het is een systeem wat ik ooit ook wel gezien heb. En hij kan namelijk rijden zonder batterijen. Er zit een inertia in zo. Ja, zeg het maar, inertial wavebox zit erin. Ik heb het geprobeerd te vertalen. Is me niet gelukt. Het is een onderdeeltje die je in het begin al direct erin bouwt. Pas later ga je hem verbinden aan het einde met de achterwielen. En dat is eigenlijk, ja, iedereen kent het wel toch van vroeger? Dat je zo'n autootje, dat je hem zo doet en dan dat hij dan rijdt. Kijk, en dan... De banden gaan nu nog even na. Dus we hebben het hier uitgeprobeerd in de winkel. En daar gaat een aardig stukje. Dit is echt wel heel grappig. Dus dat is wel heel erg gaaf. We hebben 3 sets hier staan. Nogmaals, deze heb ik dan gebouwd. De gele. Samen met een collega. Vonden we leuk. Ieder heeft zo'n beetje zijn deel gedaan. Wat heel mooi is, als je deze open doet... zie je meteen heel mooi nog een binnenkant. Hierachter zitten dan de zakjes en de gebruiksaanwijzing. Je kan deze auto ook met en zonder wat hier aan de voorkant zit. Dat is een soort, och jee, ja, dan heb je mij weer atechnisch. Het heeft natuurlijk allemaal namen en ik, sorry, bij deze weer. Dit kan je er ook afhalen. Dan kan je hier nog wat stenen gewoon, wat blokjes kan je hier doen. En dan kan je hem zo neerzetten. Maar wij vonden met dit wel leuk. Blokjes heb ik nu hier in de doos gelaten. De vervangende blokjes die je er ander op kan zetten. Ja, het is een ontzettend gaaf ding. Hieronder kan je het wel zien. Hier zit die motor, dat motorblokje zeg maar, die ervoor zorgt dat de auto een stukje rijdt. En ja, hier zitten wat uitlaten. De velgen zijn mooi, mooie goudkleur. Er zitten wel stickers bij, maar het zijn wel weer hele goede stevige stickers. Dus weer van die stickers die je met zo'n plastic laagje die je erop maakt. En dat als je ze eraf trekt, dat je echt alleen de letters blijven dan over. Dat voel je ook. En dat krijg je er ook niet meer zomaar af. Dus het is goede kwaliteit sticker. Deze auto bestaat. Is trouwens van Decool. Er staat hier Brickcool op. Maar het is het merk Decool. En deze set bestaat uit 354 plus delen. Schaal 1 op 24. Dat is deze. Funny car. Dan hebben we nog de groene. De Green Wild Blast. Hoe heette deze dan? Oh, Electric Fever. Electric Fever. Ze hebben natuurlijk allemaal het motorblokje. Deze heet dan Green Wild Blast. 443 plus delen. Ook die kan weer ontzettend gaaf natuurlijk rijden. En heeft ook de keuze dat je hem met of zonder zo'n uitgebouwd motorblok ding geval, zeg het maar, erop bouwt. Zonder vind ik hem ook wel cool. Ook weer mooie gouden velgen. En ook de achterbanden zijn ook altijd groter dan de voorbanden. Dan hebben wij nog, hoe noemen we die? Duke of Obsidian. Oké. Cool, ja. Dit keer geen goud, maar gewoon veel zwart en rood. En een ontzettende grote uitlaat. En ook hier weer de keus met of zonder het extra onderdeel. Dat noem je ook de upgrade refit. Gaaf. We hebben er heel veel lol mee gehad in de winkel. Nogmaals, hij kan best een aardig stukje rijden. We hebben zelfs een beetje een parcoursje gemaakt met dat karton dat hij omhoog moest.
Ja, echt ontzettend gaaf. En ja, nogmaals. Deze is trouwens 382 delen. Sorry, was ik vergeten te zeggen. Dus ze zitten allemaal rond de 400 delen. En allemaal schaal 1 op 24. En deze sets kosten maar €17,95. En dan heb je toch, vind ik, een stevige, nou best grote auto. Die, als je natuurlijk naar achter drukt, gaat hij naar achteren. Die kan rijden. Ja, dat is natuurlijk, kijk. Super toch? Misschien kan ik er zo nog even een filmpje ook tussendoor kwakken dat hij een stukje rijdt. Is misschien een leuk idee. Ik ga hem zo weer in de etalage hier zetten. Die zet ik weer terug in de winkel. Die staat natuurlijk ook gewoon nog in de winkel. Dus ik zou zeggen, kom langs. Want noppenstenen kan je nooit genoeg hebben. Volgende keer meer en weer heel veel plezier bij het bouwen. Groetjes, Patricia.